zeer bedankt voor uw aanwezigheid. We hebben uiteindelijk nog gekozen voor de grotere zaal, omdat het in Bornem het vorige debat een overrompeling was. En wij denken dus dat we er ook goed aan gedaan hebben, want boven is het een stuk kleiner. Bedankt voor onze politici dat zij de moeite willen nemen om ten opzichte van onze burgers hier, om toch een debat te voeren dat dus heel veel mensen langs de Scheldekant hier echt bezighoudt. Wij proberen elk jaar opnieuw aan onze politici duidelijk te maken dat er iets aan de hand is met dit dossier. Men spreekt altijd, er is een treinverbinding, maar iedereen weet hier, die rond de Schelde woont, dat die treinverbinding dat die nauwelijks voldoet om het oeververkeer eigenlijk te optimaliseren. Integendeel, er is geen aansluiting met de bussen en de trein is eigenlijk ook eerder geschikt voor de lange afstand. Er zijn een aantal noden intussen scherp naar voren gekomen, zoals sluiting van kliniek, sluiting van school. Er is een opportuniteit bijgekomen, de nieuwe Scheldebrug. Maar wat blijkt? Men doet daar niks mee. Daar rijden 2 bussen per dag over die Scheldebrug. We krijgen belbussen binnen die niet over de brug mogen, waar dat ze de mensen afzetten, 80-jarigen, die aan de brug afgezet worden en die te voet naar de kliniek moeten. We hebben honderden schoolkinderen die dus op een onveilige manier moeten proberen de Schelde over te geraken. We hebben dus het bedrijfsleven in Bornem en in Puurs, dat dus schreeuwt om werknemers van het Waasland, waarvan dat ze zeggen dat 35% van de werknemers uit het Waasland komen en dat ze genoodzaakt zijn om met de auto te komen. Je houdt dat dus niet voor mogelijk. Een belangrijk schoonmaakbedrijf, om niet te zeggen het belangrijkste schoonmaakbedrijf, ISS, zegt duidelijk, ja, we hebben kandidaten om te gaan werken aan de overkant van de Schelde. Maar ze geraken het niet. En de werkgevers zeggen ook, we moeten ze niet sturen. Want die mensen moeten halftijds aan de slag, maar die kunnen zich geen tweede auto of een auto permitteren. We krijgen mensen binnen met de tranen in hun ogen, dat ze zeggen, ons bezoek kan niet tot bij ons geraken in de kliniek. We worden afgevoerd met een 100. Blijkbaar slaat dat bij sommigen nog niet echt aan. En wij proberen er al jaren iets aan te doen. Het is ook niet voor niks dat er intussen 3000 mensen spontaan ingegaan zijn op onze acties, op onze vraag. Op dit moment wordt de vraag specifiek gericht naar de politici. Sommige politici verschuilen zich achter vervoersmaatschappijen. Er is iets aan de hand met die combinatie. Er is zelfs iets aan de hand met de combinaties tussen de verschillende lijndirecties. Ons probleem is niet alleen die stroom die hier ligt, want dat lijkt wel een Berlijnse muur te zijn. Ons probleem is dat dat een administratieve grens is. Dat het een provinciegrens is. Dat dat een grens is van de lijndirecties die met elkaar nauwelijks in contact komen om er iets aan te doen. Dat is de harde realiteit. En de politiek is er tot op vandaag niet in geslaagd om nog maar een minimum aan respect te betonen voor de vraag of de opmerkingen die daar rond gekomen zijn. En als we dan horen in het debat in Bornem dat een bepaalde politieke partij zegt, die bus die komt er morgen niet en die komt er overmorgen niet, dan zeggen wij, wij als werkgroep blijven achter die duizenden mensen staan hier en we zullen met andere acties komen als de politici niet naar ons zullen luisteren. Het is een minimum aan financiële middelen dat er moet ingestoken worden. De bus die nu 2 keer per dag over de brug gaat, die staat een helft van de tijd stil. De helft van de tijd staat die stil in Sint-Niklaas of in Bornem. Iemand die de verbinding moet maken met de bus hier in het Waasland op de trein. Er is zelfs geen busstation. Mensen, waar zijn we mee bezig? Leven we hier in de 21ste eeuw? Men landt op de maan, maar men geraakt hier niet over de Schelde. Als werkgroep gaan we u als burger nooit in de steek laten en we gaan onze politici daarmee blijven confronteren tot op het moment dat er een oplossing is.